Ja, ik en met mij denk ik de hele oppositie in ieder geval. Ik sta gewoon echt met mijn oren te klapperen, sorry. Ik hoor mevrouw Werner het zeggen van ja, maar we kunnen niet explosief blijven groeien. Dat kan gewoon niet, dat kan gewoon niet. Alsof het een fabriek is die je niet uit mag breiden. We hebben het hier gewoon over zorg die nodig is. We hebben het hier over mensen. Mensen die op wachtlijsten staan. Daar hebben we het over. En als die zorg nodig is, dan is die zorg nodig. En dan moeten we misschien wel explosief blijven groeien. En mijn vraag aan mevrouw Werner is, hoe denkt mevrouw Werner er nou eigenlijk zelf over? Want ik heb echt het idee dat ze hier op pad is gestuurd door haar fractie om eigenlijk de CDA-riedel hier te verkondigen. Maar ik kan mij niet voorstellen dat dit echt de mening is van mevrouw Werner zelf. Dit kan toch niet zo zijn dat je zegt, we mogen niet explosief groeien en het zo koud en kil benadert. Terwijl je gewoon weet wat er in de zorg aan de hand is. Ja, voorzitter. Dank voor deze vraag, mevrouw Van der Plas. Kijk, natuurlijk is het zo, en dat zal ook iedereen hier zeggen, dat we heel goed voor onze ouderen moeten zorgen. Als ik het land inga, dan zie ik ook de pijn van ouderen. Ik zie in mijn eigen familie ook dat op een gegeven moment het niet meer houdbaar was om zeg maar de man van mijn moeder thuis te houden. Zij was ook mantelzorger jarenlang geweest. Dat ging ook niet meer. En ik heb toen ook gezien en gevoeld hoe pijnlijk dat is op het moment dat je maar moet wachten en wachten en wachten op een plek in het verpleeghuis. En dat is ook datgene wat ik hier bepleit, daar moeten we ook werkelijk alles aan doen om dat te voorkomen, dat mensen geen plek hebben. Maar de andere realiteit, ja, en dan, kijk, ik zou ook willen dat we geld over hadden om het de zorg in te gooien, omdat ik ook hou van mensen en hou van de ander. Maar we hebben, ja, in mijn simpele beredenering, we hebben gewoon één pot geld en dat geld moeten wij verdelen over sectoren. En we kunnen niet zeggen, we kunnen niet. En hoe graag ik dat ook zou willen, van ja, die hele pot, die gaat maar naar de zorg. Want dan komen we weer in de knoei en in de klem met andere sectoren. Ja, ja. En daar zit ik mee. Maar ik deel natuurlijk absoluut datgene wat mevrouw Van der Plas zegt. Dat het nooit zo mag zijn dat ouderen in de knel komen. Dat wil ik niet. Ja. Dat wil niemand. Ah, sorry, maar dit zijn echt zulke holle woorden. Ik echt, sorry. En mevrouw Werner zal ze meenemen hoor, dat geloof ik ongetwijfeld. Ik zie ook de pijn en niemand wil dat de ouderen in de knel komen. En als ik in het werkbezoek ga, dan zie ik het. Maar dan denk ik van, doe er dan wat aan. Het CDA is notabene in de coalitie. Die kan aan de knoppen draaien. En zeggen van, ja, weet je, we kunnen niet overal het geld vandaan halen. Dat is gewoon een kwestie, dat zijn politieke keuzes. Voorzitter, dat zijn gewoon politieke keuzes. We hebben vorig jaar een politieke keuze gemaakt om gewoon 150 miljoen uit de pot te trekken voor de vaandeldrager van Rembrandt. Ze zijn nergens begroot, maar we wilden hem heel graag hebben. Heb ik ook voorgestemd, want ik vind het heel belangrijk dat onze oude meesters terugkomen bij ons en niet bij een sheik in Dubai in een paleis hangen. Maar dat is een politieke keuze. Die politieke keuze hebben wij vorig jaar hier gemaakt, 150 miljoen. Dan zal 150 miljoen lang niet voldoende zijn voor de zorg. Maar ik wil ermee aangeven, het is maar net wat je wil. Mm. En ik vraag aan mevrouw Werner, ga terug naar uw fractie, sla met die vuist op tafel en zeg, ik laat me nooit meer naar een debat sturen met dit verhaal, want dit ga ik gewoon niet doen. Ook mevrouw Werner ziet wat er in het land aan de hand is. Doe er wat aan, zou ik zeggen. Ja, voorzitter, ik luister wel degelijk naar mevrouw Van der Plas en ik ga inderdaad ook het land in. En ik zie ook wat daar gebeurt en ik voel dat ook oprecht. Ik denk dat geld het niet alleen is. Wat ik ook echt oprecht hoor is die enorme bureaucratie in de zorg en die enorme regelgeving die er is. En ik denk dat we daar ook een heleboel nog in aan kunnen pakken, waardoor het werkplezier van de verpleegkundigen weer terugkomt in het werk wat ze uitvoeren. Dus ik ben er niet van overtuigd dat het altijd alleen maar gaat over geld. Maar ik denk ook dat we dat ideeën van iedereen hier in de Kamer, dat die altijd welkom zijn, goede ideeën. En ik ben ook echt misschien wel de eerste die een hand uit wil reiken op het moment dat iemand hier een fantastisch idee heeft. Dan wil ik dat ook beslist wil ik dat horen en dat wil ik ook beslist steunen. Alleen ik geloof niet dat het direct altijd over geld gaat.
Ik heb die overtuiging ook oprecht niet. Omdat ik niet weet hoe haalbaar dat is. Ik bedoel, dat is een belofte. Als we die dadelijk weer niet na kunnen maken. En we komen weer in andere sectoren helemaal in de knel te zitten. Dan hebben we weer een ander probleem. Dus ik denk dat we daar ook gewoon zorgvuldig in moeten zijn. Korte vraag, kort antwoord. Nou, kijk. Ik vind het gewoon steeds erger worden eigenlijk. Dit verhaal. CDA zit in de coalitie. En dan heeft mevrouw Werner het over van... Ja, al die regelgeving, al die bureaucratie en er komen steeds meer regels bij. Wie zit er dan in de coalitie? Wie doen dat dan? Hier worden dagelijks hartstikke goede voorstellen gedaan door de oppositie. En dan zitten we hier dinsdag te stemmen en dan gaan alle handen gaan omhoog. Behalve van de vier coalitiepartijen. Dus CDA kan daar gewoon wat aan doen. Ja. En die bureaucratie, nog even tot slot. De bureaucratische regels in de zorg... Dat kost ongeveer 22 miljard. Schaf daar 10% van af. Dan ga ik aan de hele lage kant zitten, want volgens mij kan er veel meer afgeschaft worden. Schaf daar 10% van af. Ga daar als CDA tijdens de campagne, verkiezingscampagne, als een flappertap kwamen allemaal rapporten en visies en de een naar de ander, defensie en militaire dienstplicht en regio. Maak een plan. Ja. Maak een plan, CDA, om 10% van die kosten hebben 2,2 miljard euro over. Hoppatee, kan zo in de zorg gestopt worden. Ja, voorzitter. Ik denk dat de plannen die wij inderdaad allemaal naar buiten hebben gebracht... ook hele goede plannen zijn geweest van het CDA.